Zo, een hele goedemorgen lieve jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar deze extra video. Het is vandaag, welke datum is het? De 8e geloof ik. Ja. Het is vandaag vrijdag 8 mei en het is bijna 10:45. De reden dat ik deze video film is omdat ik vanmiddag naar Jackson ga. Ik ook. En hij. Dat vergeet je steeds. Nou en? Ja, goed. Wij gaan dus in ieder geval vanmiddag naar Jackson. En ik wilde hier een apart video voor maken, zodat ik het later kan terugkijken van dat mijn kastje was. Dus ja, zo spannend. Zometeen gaan jullie dus beelden zien van Jackson. Ik vind het heel spannend. Vorige keer dat ik namelijk toen ik hem zag via de telefoon moest ik huilen. Dus. We gaan het zien. Ik kreeg van mijn moeder ook de opdracht mee om een knuffeltje mee te nemen, zodat hij kon wennen aan mijn geur. Dus ik heb een oud knuffeltje gepakt die toch stuk mag. En dat is deze. Dus dit wordt zijn knuffeltje met mijn geur erin. Dus die heb ik even in de tas gedaan. Dus ja, zometeen dus naar Jackson. We worden om 1 uur worden opgehaald door Ricardo's en Pa. En dan blijf ik daar tot morgenavond, omdat vanwege moederdag dit weekend is. Dus ja, maar in ieder geval, jullie gaan dus nu beelden zien van Jackson. Veel kijkplezier. Veel kijkplezier. Moeilijk praten. Dit zijn de kinderen. Jackson. Dit is Jackson. Meneer is er rustig. Lekker aan het drinken. Seeing eyes of mine, you see. There are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can know. Can you stay and I will grow. Over the hanging garden to Babylon. We zijn inmiddels weer thuis. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de stukjes van de kittens. Ik zag ook net dat één video wat rechtop is gaan staan. Dus, maar ja, goed, Ricardo die gaat de video voor mij even editen. Dus, het komt allemaal wel goed. In ieder geval, het is nu vandaag zaterdag 9 mei.
Nee, 8 mei bedoel ik. Toch? 8 mei. Snel kijken. Nee, 9 mei. En we zijn in ieder geval weer, inmiddels weer thuis na een leuke 2 dagen. Ik heb niet heel veel gefilmd. Het ging mij puur even alleen om de kittens. Want het is voor mij dan ook later een leuke herinnering. Dat ik dan die video's kan zien. En dat die nog een heel klein was. En ook voor mijn moeder vindt ze het heel leuk dat ik daar dan een video heb over gemaakt. Dus vandaar dat ik deze extra video heb gemaakt. Zodat jullie ook kunnen zien wie dus, wie ik dus ga, die ga ik niet ophalen. Maar ze komen ongeveer, ligt eraan als Jackson al goed zinnelijk is en goed alles zelf doet. Dan wordt hij ongeveer over 8-9 weken, dan wordt hij hierheen gebracht. Dus mijn moeder en ik gaan in de tussentijd, in de tussenweken gaan wij op zoek naar kattenspullen. Komt hij in een krabbal te staan. We gaan hier ruimte maken. Waar alles komt staan. Dus kattenbak, krabbal en dat soort dingen allemaal. Maar dat komt allemaal wel. En dan in ieder geval kat ready te maken. In ieder geval kitten ready, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk ga ik dan ook ongeveer over 8-9 weken ga ik dan ook een video maken van dat. Dat weet ik al niet, want Erik zit mij aan te kijken. Van welkom thuis Jackson, want dat wil ik wel heel graag doen. Ik wil daar heel graag een aparte video van. Oh, fijn dat het ook even wordt overlegd. Ja, dat wil ik gewoon graag. Ik wil gewoon daar echt hele leuke herinneringen video's van hebben. En dan hoeft het desnoods niet per se op YouTube, dan bewaar ik het op mijn telefoon. Het mag wel op YouTube, maar... Er komt niet zo heel veel kattenvideo's over, maar zolang in ieder geval die twee maar online komen te staan. Ja, dat mag. Ik mag ook best wel kattenvideo's. Hij zit me namelijk heel dom aan te kijken. Ja, alleen het is wel handig dat ik dat ook weet. Oh ja, en die koffer trouwens wat hierin zit als een pokerset. Ja, maar daar ging deze video niet over. Nee. Maar goed. We zijn in ieder geval thuis. En in, nu gaan wij lekker niks doen. Ik ben echt heel moe. Want ze hebben daar ook 2 papegaaien. Die begonnen al heel vroeg te krijzen. Wacht, ja, wat is vroeg. Maar goed. Dus dat. In ieder geval, dat weet El Rico dus nu. Dat er dus als Jackson hier komt. Rustig. Dat Jackson dus hier komt, wil ik daar heel graag een welkom thuis video van maken. Daar ga ik gewoon kleine stukjes in de week filmen, zodat jullie ook kunnen zien van hoe is de eerste week gegaan. Het is een soort van update video, zeg maar, van Jackson. En dan ga ik daar een stukje over vertellen, want die video wil ik heel graag maken. Want ik heb daar meerdere YouTubers zien filmen of zo, dat ze dat doen. Dus dat wil ik ook heel graag, zodat ik daar zelf ook een herinnering van heb. Maar goed, ik heb heel erg genoten van Jackson, ook al is hij nog heel klein. Jackson heeft ook zijn knuffeltje gekregen van mij. Ik heb dan een oud knuffeltje waar mijn geur aan zit, kan hier in ieder geval aan wennen. Over 10 dagen, dan gaan als goed de oogjes open. Dus we gaan het zien. Ik kan dus helaas niet filmen, want zo vaak kom ik niet bij mijn moeder. Dus, maar goed, jullie gaan het ongeveer over 8-9 weken dus zien. Ik kan jullie wel van zeggen, Jackson is redelijk gegroeid. Want ze zit al op het gewicht van bijna kitten. Wat officieel op het gewicht zou moeten zitten van kitten van 2 weken. Dus Jackson is prima op gewicht. Hij doet het super goed. Hij drinkt goed. Hij groeit mooi. Hij piept alleen wel heel veel. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Ik hoop dat jullie in ieder geval deze extra video leuk vonden. Een kittenvlog, laat ik het zo zeggen. En ik zie jullie weer bij de volgende extra video. Heel bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En als je meer video's wil zien van Jackson, dan zou ik zeker abonneren. Want die komt vaak genoeg in de vlogs tevoorschijn als die hier eenmaal is. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een volgende video. Vlog, extra video. Jullie zien het maar. Heel bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer. Doei!